grote woonruimtes inrichten biedt heel veel mogelijkheden, maar dat betekent niet dat het daardoor juist makkelijker is. Grote woonruimtes is grote gebaren maken. Kleine meubels worden als het ware opgeslokt in de ruimte en dat kun je voorkomen door vooraf een goed indelingsplan te maken en goed te kijken wat de maatvoering van de meubels mag zijn en welke combinaties je het beste kunt maken. Durf meubels vrij in de ruimte te zetten. Ben je nu bang dat het gaat zweven? Dit hoeft echt niet, want meubels gaan niet zweven zolang je er een kleed onder legt en zo hou je bijvoorbeeld je zithoek of eethoek goed bij elkaar. Room dividers helpen jou je ruimte te kaderen en zorgen ervoor dat je niet te veel verliest aan ruimtelijk gevoel. Voor een room divider kun je bijvoorbeeld gebruiken een mooie voorzetwand of bijvoorbeeld een mooie wandkast of één of meerdere grote planten in mooie potten of manden. Speel met licht. Net als bij kleine woonruimtes is het ook bij grote ruimtes van groot belang om een goed lichtplan te maken om te zorgen dat je je verlichting goed over de ruimte verdeelt. Denk niet alleen aan sfeerverlichting, maar ook vooral aan functionele verlichting waarbij je bijvoorbeeld goed kunt lezen.